Welkom bij de allereerste aflevering van Mooi Geregeld. We hebben de eerste mail binnen gehad en ik ben ontzettend benieuwd wat we moeten gaan regelen. Maar daarvoor moeten we eerst naar Nancy de Reuze. Dus op naar Nancy! Hallo Nancy! Hallo Tessa! Wie zijn we dan vandaag? Mooi Geregeld. Oh, dat hebben we mooi geregeld. En wij hadden een mailtje van jou ontvangen. Klopt. En wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd waarom, voor wie en wat. Nou, we zeggen kom binnen en dan ga ik het uitleggen. Gaan we doen. Nou, wij willen graag met z'n allen ons man verrassen. Ons mam die het nou sinds echt vandaag 3 januari, het is 20 jaar haar zaak al in Berchem. En 20 jaar naait ze alle kleren, maakt ze alles, repareert ze alles. En hoe is dat begonnen? Wij zijn 23 jaar geleden in Berchem komen wonen. Want onze mama had de nieuwe liefde gevonden, Jan. En door Jan zijn we hier terechtgekomen. En in 3 januari had ze het in haar hoofd gekregen, of ja, van tevoren in haar hoofd gekregen, ik ga een eigen zaak beginnen. En ze heeft altijd als coupeuse bij vrienden gewerkt en in een winkel, volgens mij ergens toch? Bij Els. Bij Els in Os. En toen is ze voor zichzelf begonnen en daar is nu 20 jaar het resultaat van. En wat kun je allemaal naar jullie man toebrengen? Broeken, jassen, alles? Ja, eigenlijk alles. Alle kleren, zolang het maar geen gordijnen zijn. Vroeger heeft ze voor onszelf, bij Randy en ik zelf, modeshows gelopen, maakte ze kleren voor onszelf. En sindsdien is ze eigenlijk, ze maakt me nog wel kleren, want als ik vraag of mij een pak mijn carnaval wil maken, dan doet ze dat. Doet ze dat zo, ja. Toen wij te oud werden, toen wou ze toch wat meer gaan hobbyen. En toen heeft ze inderdaad haar eigen zaakje geopend. Ja, en die heeft ze langs de huis? Of? Ja, ze hebben vroeger 23 jaar geleden een carport gebouwd en heeft ze eigenlijk de eigen zaak in gemaakt. En al 20 jaar op hetzelfde adres. Ideaal, ja. Ja. Wat voor type is jullie man? Waar houdt ze van? Wat vindt ze leuk? Ja, onze mam, oké, dat best omschrijven. Het is hetzelfde karakter als mij. Heel sociaal, medelevend, heel erg nieuwsgierig, zoals ze zelf zegt, sociaal voelend. Interesse tonend. Ja, heel gezellig mensen. En staat voor iedereen klaar als ze moet helpen. En, Nou, wil jij natuurlijk ook graag verrassen dat... Ja, ze heeft niks in de gaten. Ze had toevallig tussen neus en lippen een keer doorgezegd dat vandaag dan haar zaakje 20 jaar bestond en wij eigenlijk opgepakt. Want zijn mam die mag ook een keer verrast worden. Ja, ze verdient het echt. Ja, zeker weten. En houdt ze ervan om wel eens een weekendje weg te gaan of overnachtetje? Gaan ze wel eens op vakantie? Eigenlijk zelf gaan ze nooit op vakantie. Gaan één keer per jaar met de stappers. Dus een wandelclubje gaan ze een weekendje weg. Maar voor de rest, nee. Ja, ze zit ook met de hond thuis. Dus ze vindt het kei leuk, maar ze kan niet weg vanwege het hond. Hoe zijn de laatste jaren voor jullie man geweest? Ja, qua werk heeft ze ook wel drukker gekregen. En HPV heeft ook wel wat tegenslagen. Er zijn een paar familieleden weggevallen. Ondanks haar favoriete broer. Dus heeft het wel zwaar, maar ze mam is wel een knokker. Die zet wel door. Dus extra tijd om nu in het zonnetje gezet te worden. Ja, vandaar dat wij je ook mailden. Dus mam verdient het nu echt. Nou, we hebben een heel mooi nieuwe hotel in Berchem. Ja. En we gaan proberen te regelen of dat jullie man daar een heerlijke overnachting kan krijgen met een lekker ontbijtje in de ochtend. Zou ze dat leuk vinden? Wij zouden het echt superleuk vinden. Ja? Kan ze maar op de voet naartoe. Ja. Ze hoeft niet ver te reizen. Nee. Een stondje op dichtbij je. Ja, precies. Nou, dan ga ik daar proberen te regelen. Top. En bedankt voor de koffie. En zodra ik iets weet, dan laat ik het weer weten. Is goed, dankjewel. Ja, geweldig. Aan de slag. Wat een ontzettend leuke verrassing voor Nancy en de familie. En ik ben heel benieuwd of dat Hotel Berchem mee gaat werken. Ik heb in ieder geval ontzettend zin in, vooral voor de eerste aflevering. En dus ik ga aan het werk. Op naar Hotel Berchem. Jongens, dat kan zo toch niet? Ik zal het wel weer regelen. Mooi geregeld! We zijn aangekomen bij Hotel Berchem. En ik heb een naam opgekregen aan wie ik het moet vragen voor Leentje. Dus ik zou zeggen, we gaan naar binnen en dan gaan we proberen te regelen. Goedemorgen! Ik ben op zoek naar Maya Fink, de manager. Maya Fink, wie kan ik zeggen die
Tessa Gropers. Tessa Gropers. Prima. Even wachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Marjan Vink. Hi. Ik heb een hele speciale vraag voor iemand uit Bergen. Dat kan. Zullen we er even gaan zitten? Prima. Ja. Wat is er allemaal in totaal zo te doen? We hebben voornamelijk veel zakelijke gasten. Van maandag tot en met vrijdag. Die gewoon hier in de buurt werken, de hele week hier zijn. Ze kunnen gebruik maken van een dagminuutje. En dat is gewoon een simpele hap. Zirkel, rode kool. Mensen zitten heel vaak in hotels. En wij merken dat dat heel goed ontvangen wordt. De weekenden hebben we wat mensen van trouwerijen. En familie die hier overnacht. Plus mensen die in Bergen op visite zijn, die overnachten. En in de zomer natuurlijk onze fietsarrangementen. Mensen uit de grote stad hier even tot rust willen komen. En gewoon lekker de natuur in. En daar is natuurlijk Bergen, Herpen en heel deze omgeving een uitermate geschikte plek voor. Verder willen we van de winter wel wat andere arrangementjes erbij gaan doen. Maar de voornaamste reden van ons is dat de mensen zich hier welkom voelen. Thuis voelen zeker. En dat is het mooie van een kleinschalig hotel. En we merken dat het heel goed ontvangen wordt. Want we krijgen het steeds drukker, dus ja, wat wil je nog meer? Maya, heb je al iets gehoord over ons nieuwe online programma Mooi Geregeld? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. Nee. Nou, wij van Mooi Geregeld kunnen mensen een mailtje naar ons toesturen. En dan kunnen wij ervoor zorgen dat ze iemand verrassen, een wens uit laten komen of iemand bedanken. Maar dan doen wij dat net op een wat grotere, leukere manier. En we hebben nou een hele leuke mail binnen gehad van Nancy voor haar moeder. Om te verrassen. En ken jij Leentje uit Berghem? Ja, Leentje ken ik wel. Van het naaldjaar-atelier. Ja. Ja, die ken ik. Ja. Leentje die bestaat 20 jaar met haar naaiatelier. En haar dochter wil haar heel graag verrassen met een overnachtingje of een lekker ontbijtje in Hotel Bergen. Ja, nou was mijn vraag, willen jullie daar aan meewerken? Ja, zeker willen wij daar aan meewerken. Heel graag zelfs. Daar zullen wij voor zorgen dat ze gewoon even lekker op de gemak hier is. En lekker bij het open haartje s'avonds met haar mannetje een drankje drinken. En een fijne overnachting en een natuurlijk een heerlijk ontbijt, ochtends. Heerlijk, ik zou zo mee willen. Ik zeg mooi geregeld. Nou, hartstikke fijn dat jullie mee willen merken aan de verrassing van Leentje. We gaan haar snel ermee verrassen, te kijken wat ze ervan vindt. Maar eigenlijk wil ik het hotel zelf ook wel kijken wat er allemaal te beleven is. Dat kan. Neem een kijkje, zou ik zeggen. Maak een rondje door het hotel en ga op onderzoek uit. Nou, dat gaan we doen. Wat een super mooie informatief verhaal van Maya. Maar natuurlijk wil ik zelf wel eventjes gaan ontdekken waar Leentje straks verblijft. En misschien heb ik ook wel een beetje van het ontbijtje kan proeven. Ik heb een pasje, dus we gaan op onderzoek. De Economy Room. Oh, er is natuurlijk ook gewoon een lift. Oh, de vergaderruimte. Thank you.
appartement. Keuken, woonkamer en nog een trap. Nou, hier zou ik wel een weekje kunnen verblijven. Tot de volgende week. Ik weet zeker dat Leentje het hier super naar de zin gaat hebben en dat alles tot in de punch zwaar geregeld heeft. Super leuk dat Hotel Berghem mee wil werken aan de verrassing voor Leentje. Maar nu is het tijd om Leentje te gaan verrassen. Dus op naar Leentje. Zo, we zijn bij Leentje en ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. En volgens mij is het duidelijk te zien dat hier iets te doen is. Dus we gaan eens kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Leentje. Dat ben ik, ja. Kom erin. Ja, ik ben Tessa, wel mooi geregeld. Oh, maar is er hier iemand 20 geworden? Of... Nou, mijn hond niet. Nee? En ik ook niet. Ik nee? Zit er ietsje boven. Nou, zo... Willen jullie binnenkomen? Heel graag. Kom binnen dan. Hij houdt dadelijk wel op. En waarom verslaat het? Ik nou 20 jaar vandaag precies bezig ben in mijn eigen tokootje. Ah, en wat is dat tokootje? Kledingreparatie. Dus. Jouw naaiatelier? Ja. Mm-hmm. Ja. 20 jaar, de hele tijd. Echt wel. Hoe ben je daarmee begonnen? Nou, daar ben ik mee begonnen omdat ik toen op dat moment gewerkt had. En toen heeft er iemand tegen mij gezegd van god, dat je dit en dat niet wil doen. En ja, wat kun je allemaal? Ja, nou, die heeft me eigenlijk de weg gewezen. Ja. En toen heb ik gewoon gedaan naar het gemeentehuis, vergunning, bla bla bla. Alles op een rij. En ik ben gewoon begonnen. En ik denk, nou, ik heb niks te verliezen. Ik ben een mensenmens. Ik hou van mensen. Ja. Dus ja. Kun jij jouw naaiatelier laten zien? Ja, dat kan wel hoor. Ja, ik ben erg benieuwd. Het is wel even een puinhoop, dat maar. Ja. Kom dan. Ben je aan? Dit is mijn domein. Jaren, naaltjes. Ja. Het is een georganiseerde puinhoop, maar ik weet precies waar alles staat. Veel vaste klanten zo de hele dag? Ja, best wel. Best wel, er komen ook nog steeds nieuwe. Leuk zeg. Ja. En hier de tafel, waar je de stof kan knippen. Ja. Dit is mijn werkblad. Ja. En wil je dit nog heel lang doen of zeker van nou of 2 jaar van mijn stof knippen? Ik zie het wel zelf. Ik heb er geen hekel aan, zolang ik kan, kom door. Ja, ik vind het toch leuk. Ja. En alle Berghems willen graag gemaakte kleding. Ja, maar ze komen overal vandaan hoor. Ja, niet alleen uit Berghem. Os en Den Bosch, Rosmaar, Lid. Zo. Ja, Brede Leeuwen. Natuurlijk weet ik dat jij 20 jaar bestaat. Dat komt niet alleen door dat liefkussen. Nee, dat dacht ik al. Wij weten alles van mooie dingen. Ja, ja. En ik heb een mailtje gehad van iemand die jou graag wil verrassen. Omdat jij nou 20 jaar bestaat, is natuurlijk een hele tijd. En ik hoorde jij altijd er voor andere mensen bent. En die vindt dat jij ook wel eens in het sommetje gezet mag worden. Echt waar. Dus ik denk dat we die erbij moeten gaan halen. Ik denk dat met een N begint het. Zullen ze Nens of Jan? Ja, die moest ook bij. Wel leuk, hè? Hallo. Hallo. Maar heel leuk, hè? Echt wel. Heerlijk. Maar ja, dit is eigenlijk nog niet alles van de verrassing. Nee. Niet? Nee. Nee. Nog meer? Ja. 20 jaar, we vonden verdiend wel iets meer dan alleen dit. Nog meer? Ja, en ik denk dat Nancy wel kan vertellen wat de verrassing is. Ja, eigenlijk ben ik wel toe aan een nachtje weg zaten te denken. Nachtje weg? Even lekker eruit. Nou, en we hebben iets Tessa heeft iets geregeld. Je kunt er eigenlijk lopers naartoe. Oké.
tweede verdieping of? Nee. Een hotelovernachting in Hotel Berghem. Oh, wat leuk. Ja. Dus jij gaat binnenkort lekker een nachtje weg. Oh, wat verrassing. Lekker even hier het huis uit en lekker een bijtje erbij. Oh, heerlijk. En ja, dat vind ik ook niet. Ja, nou, dat vind ik echt fantastisch. Echt. Nou, dankjewel allemaal. Nou, ze was compleet verrast. Hartstikke leuk. En ik ben ontzettend benieuwd hoe ze het in Hotel Berghem heeft. En we gaan nog even door. Bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering. En op naar de volgende wens, bedankje of verrassing.